Zal dan ook wel met dit boek gaan gebeuren. Want iemand die deze week een pijnlijke rectificatie heeft moeten doorvoeren is natuurlijk Auke Kok. Hij had Johan Cruijff ervan beschuldigd dat hij jaarlijks 1 miljoen euro ontving van de Johan Cruijff Foundation. Dat is zijn eigen opgezette stichting die sportactiviteiten voor kinderen steunt. Ja, het gaat natuurlijk om deze biografie. En wat dacht jij allemaal, Frits, van de week? Ik zag het bij De Wereld Draait Door, bij Matthijs. En ik schrok ervan, dus ik heb s'avonds meteen gebeld met Carol Taten, de directeur van de foundation. Ik ben ambassadeur van de foundation. Barbara, mijn dochter, is ook ambassadeur van de foundation. Wij doen dingen voor de foundation. En ik heb het Johan ook wel eens gevraagd. Toen hij die foundation oprichtte, verdien je daar zelf aan, zegt hij Frits. En dat blijkt ook, ik betaal zelfs mijn eigen tickets. Dat is ook gerectificeerd. En hij zegt, Auke, wat ik heel jammer vind, want het is een voortreffelijke journalist, maar hij is echt hier verschrikkelijk de fout mee gegaan. Ik denk dat hij door zijn uitgever gepusht is. En je had toch ook een persbericht gemaakt met deze onderwerpen? Dat hoorde ik gisteren op de radio, dat er een persbericht gemaakt was. En ik heb ook nu van wel ingelichte kringen gehoord dat ook Matthijs erop gewezen is. Er staat een zin in, ja, over die 1 miljoen. Dan moet je wel door Auke Kok zelf? Door iemand rondom Auke Kok, ja. Ja. En dat vind ik wel shocking. En het heeft echt, want het blijft toch hangen. Je blijft toch denken, ja, zal er iets van waar zijn? Dan gaat hij zeggen, de postcode loterij, alles. Het is gewoon niet waar. Zou hij daarvan geweten hebben, Auke Kok, dat iemand dus in zijn omgeving dat... Ik denk dat hij echt het gedacht heeft. En dat vind ik ook onbegrijpelijk, want ik heb één keer te woord staan over het boek. Je bent ook een bron, hè? Je wordt opgevoerd als bron. Ja, ik heb één keer, ik heb 3 jaar geleden voor iets, ik weet mijn god niet meer wat. Ja, dat vreemdgaan kwam van jou, toch, of niet? Ja, dat kwam van jou. Oh, was ik dat? Dat kwam van jou. Dat kwam van Johan. Ja, dat toen ik jou zag. Maar nee, ik heb hem, en we hebben ook een gemeenschappelijke kennis. Dus die had hij ook even kunnen bellen en zeggen, god, zou Frits dat kunnen verifiëren even voor mij? Maar Peter, jij hebt het ook opgezocht. Je kan het gewoon allemaal nakijken. Hè? Gewoon. Dus, ja, het verbaast mij dat zo'n goede journalist als Auke, dat hij daar niet dieper op in is gegaan. Want hij zegt, ja, ik had 4 bronnen. Nou, dan zou ik zeggen, dan moet je dus juist, hè, want dan sta je ijzersterk, moet je juist een mailtje sturen naar de stichting en zeggen, klopt het dat? Ja. En waarom is dat? Nee, hij had 3 bronnen en hij was gedacht om een 4e bron. Ja. Maar dat betekent dat die bronnen gewoon leugenaars zijn. Het jaarverslag is toch gewoon openbaar? Ja, dat kun je gewoon opzoeken. Dat kun je ook opzoeken. Dat is het minste wat je dan had moeten doen. En bovendien, ik heb begrepen, die stichting of die foundation die haalt jaarlijks tussen de 4 en de 5 miljoen euro op. Dan zou het natuurlijk echt krankjorum zijn dat 1 miljoen daarvan, een kwart, naar Johan Cruijff zou gaan. Hè? Dat zijn rekensommetjes die Maar toch blijft het nu hangen. Hè? Je ziet toch overal, ja, er komt er misschien van een andere kant of een andere constructie. Er blijft toch iets hangen. Ik zag ook gisteren in het Parool, dan wordt wat is dan uit het nieuws gelicht. Dan is er toch dat die 1 miljoen. En dat blijft dus, en dat die foundation denkt dat ze daar schade door Ja, maar jij zegt, het zijn dus bronnen die dus hebben gelogen. Het zijn dus misschien ook bronnen die nog een afrekening hadden met Johan? Nou ja, ik... Of bronnen die gewoon sensatie zoeken. Echt niet weten waar ze het over is hebben. Het terecht doen alsof ze wat weten. Ja, is het terecht dat hij een vel erin moet doen, een rectificatievel? Is dat voldoende? Of had het boek gewoon echt uit de handel? Ja, ik vind dat ik zou het een mooi gebaar vinden. Ze zeggen, we geven de winst van het boek sturen, geven aan de foundation. Mm. We hebben zo'n grote fout gemaakt, de foundation zo geschaad. Dat wat wij op het boek verdienen, de uitgever heeft er een belang mee, het boek goed verkoopt. Nou, er wordt voortdurend reclame gemaakt. Dus wat wij verdienen aan het boek, geven aan de foundation. Ja. Dat zou ik een mooi gebaar vinden. Ik zat net even rondo te kijken. Wat vinden jullie daarvan? Nou, maar jij bent ambassadeur, hè, van de foundation. Ja. Ja. Ik ben ambassadeur. Allemaal belangetjes hier, heb ik de indruk. Hoeveel petten heb jij? Maar Guido, ik zat net er even rondo te kijken en daar ging Ruud Gullit helemaal los ook over het feit dat het privéleven erin wordt genoemd. Hij zei, het is van het niveau privé en story, zei hij ook. Ja. Dat gewoon ook het buitenechtelijke seksleven eventueel erin staat. Van, terwijl ik met Ruud echt 3 jaar lang exclusief zijn hele verhaal in story gebracht heb. Dus dat zal allemaal wel meevallen, denk ik. Ja, dat is hypocriet van Ruud, zeg jij. Ik zeg niet dat het hypocriet is. Het is ook de manier waarop het gevraagd wordt. Misschien. Nee, wacht eens niet. Ruud heeft nooit gevraagd om zijn privéleven. Heeft nooit te koop gelopen met zijn privéleven. Nou, bij hem wel hoor. Toen het uit was met Estelle, toen heeft hij elke dag liggen bellen met Guido. Maar in ieder geval, ik kan me voorstellen dat Ruud Gullit dit heel vervelend vindt. Ja, dus zit je te lachen, Margen. Maar ze hebben toch ook nare dingen over jou geschreven, die bladen? Ja, maar wij hebben niks naast geschreven. Kijk, ik heb gewoon met Ruud samengewerkt 3 jaar lang om gewoon goede interviews naar buiten te brengen. Dat is natuurlijk wat anders dat bladen die dat contact niet hebben, dat die natuurlijk allerlei onzin maar opschrijven. Moet je het in een biografie van de bijna heilige Cruijff erin zetten, vind jij, Peter? Of moet je het buiten laten, zijn privéleven? Nou, ik was het eigenlijk wel voor een keer met Johan Derksen eens. Dames en heren, applaus! Oh. Ja! Uniek! Dat als je zo'n monumentale biografie schrijft over iemand, ja, dat dan dat soort dingen er ook wel bij horen. Zoals dat ook inderdaad bij presidenten en andere staatslieden gebeurt. Nee, ik ben het met je eens. We hebben nu die biografie van Piet Keizer en ik begreep van een van de zonen
of van de schrijvers dat de zoon een paar dingen er per se niet in wil. Dat hebben ze gerespecteerd. Het is een prachtige biografie. Ik wil niet weten wat. Als die ene passage er niet in gezeten had, had je een prachtige biografie gemaakt. Ja. En waarom moet je, hij is net 2 jaar overleden, kan zich niet verdedigen wat waar of niet waar is. Er zitten vrouwen en kinderen zitten thuis. Ik vind het beneden alle niveau. Ja. We hebben een app. Dat mag u niet missen, hè? Download hem nu voor leuke video's en het allerlaatste voetbalnieuws.